Barendrecht in het rood en wit is de nummer 8 van de ranglijst. Tegenstander De Dijk staat 1 plaats laag. En krijgt hier de bal cadeau van Richard Stolten. Dat is na een kwartiertje voetballen. Loukili. Loukili ziet ruimte bij Tayeb. Tayeb vol van Splunter. En Tayeb met de 1-0 voor De Dijk. En zo geeft Barendrecht maar weer eens heel makkelijk een doelpunt weg. Het is het probleem voor de ploeg van Adrie Poldervaart dit seizoen. Dit is het 18e tegendoelpunt. Jochem Twiske kan tevreden zijn. Verschragen. Hij in de basis, hoewel hij de afgelopen week wat ziek was. Loukili en weer Tayeb. Tayeb. En dit is een wonderschoon doelpunt van Khakib Tayeb. Het is zijn derde van het seizoen. Het is ongetwijfeld zijn mooiste. Doelman van Splunter is kansloos. En dan kan je stage lopen bij FC Utrecht, zoals Adrie Poldervaart. Je staat wel met 2-0 achter. Naar rust, El Gourari. De invaller bij De Dijk krijgt de bal terug. Jack Tuip. Jack Tuip en via het linkerbeen van Van Dijk is het 0-3. Het is Tuips eerste seizoensdoelpunt. Hij was veel geblesseerd en start nu in de basis omdat er veel anderen geblesseerd zijn. Ahaoui en Zwarthoed onder meer. 3-0 voor De Dijk. En Barendrecht, ja, dat begint een thuissyndroom op te lopen. Want dat won thuis dit seizoen pas 1 keer. Navaja Sanchez. Een kwartier voor tijd. Driessen en de rake kopbal. Zou het wonder dan nog kunnen komen? Voor Barendrecht vraag je je af. Ze hebben het dit seizoen vaker gedaan. De voorzet van Navaja Sanchez is op maat. Invallen Driessen. Kopt de 1-3 binnen. Maar het is een troostdoelpunt voor Barendrecht. Dat verliest weer op eigen veld tegen De Dijk. 1-3. En na zo'n overwinning mag je best lachen, Jochem.